Reggefeibe, supporter van Excelsior 31 TV. Roland de Berger, je wint vandaag met 4-1 van Staphorst. SVZW verliest, waardoor jullie de periodekampioen zijn geworden. Allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd, dat moet een heel goed gevoel geven. Ja, natuurlijk. We zijn alleen nog steeds een beetje verbaasd. Want ik zei net al, ik kom 5 minuten voor die tijd nog even bij de dugout vragen wat de tussenstanden waren. Ja, en toen stond Wierden nog met 2-1 voor. Dus ja, ik zeg tegen Harry van, we sluiten in ieder geval goed af met een goede wedstrijd. En dan zit het er helaas op. Hebben we geen prijs. Dat zal wel jammer zijn. Heeft het team niet verdiend. Hoe vond je deze wedstrijd gaan? Ik denk gewoon wel dat er zeker vanaf het begin dat er wel strijd was. Dat er wel passie was. En dat hebben we wel van tevoren hebben afgesproken met elkaar. Want we moeten het goed afsluiten. Het heeft niet zoveel zin om naar alle velden te kijken. Gewoon een goede wedstrijd spelen. Ik denk dat we de eerste helft kwamen 1-0 voor. Dus en daarna nog wat mogelijkheden om zeker 2-0 te maken. En vooral na rust hebben we volgens mij 4 opgelegde kansen gehad om uiteindelijk al te beslissen. Uiteindelijk laat je de tegenstander nog iets terugkomen. Maar ik had niet het gevoel van dat we in de problemen zouden komen. En we hebben uiteindelijk denk ik een prima wedstrijd gespeeld. Ja, en hoe hebben de jongens de opdracht eigenlijk uitgevoerd die je ze van tevoren had meegegeven? Ja, hartstikke goed. Ik denk Juliana hartstikke goed gedaan. Hè? Hartstikke jong. En speelt dan zo'n wedstrijd in het centrum. Uiteindelijk, ze moesten ook nog tegen 2 spitsen spelen. Waarvan we gedacht hadden vooraf dat het 3 spitsen zouden worden. Dat maakt het extra moeilijk. Sta je in veel situaties 1-1. Er wordt wat meer gevraagd in de coaching. Dat heeft hij uitstekend gedaan samen met de Manuel. Helaas voor René moest hij er wat eerder af. Ook Marco goed ingevallen. Prima gespeeld. Dus ik denk dat het team het hartstikke goed heeft ingevuld. René viel geblesseerd uit. Valt het mee met die blessure? Ja, hij had volgens mij een beetje een wazen voor zijn oog. Hij kreeg hem volgens mij die bal op zijn oogkast een beetje. Dus hij was ook niet echt duizelig, maar hij had meer een beetje een waas voor zijn linker oog. Dus ik hoop natuurlijk dat het meevalt en zullen we straks gaan vragen. Volgende week speel je die finale van de bekerwedstrijd in Nijkerk. Het begint om 4:00. Hoe ga je naar die wedstrijd toe leven? Ik denk dat voor de spelers ook in eerste instantie een prijs is die iedereen gewoon heel graag wil hebben. Het ligt ook heel dichtbij natuurlijk. Het wordt een hele speciale wedstrijd. Ik denk dat er veel supporters meegaan richting Nijkerk. Dus ik denk dat wel iets speciaals is. Ik denk ook niet dat heel veel spelers de beker hebben gewonnen. Dat maakt het gewoon speciaal. We gaan er lekker ontspannen naartoe leven en knallen volgende week. Vandaag een bijzondere pupil van de week. Hoe was dat voor jou? Nou, is natuurlijk wel leuk. Ook omdat mijn zoon Dani eigenlijk thuis dag en nacht samenvatting aan het kijken is van Excelsior. Soms word je er ook een beetje moe van. En dan denk je van ik hoef het niet nog een keer te zien. Maar hij komt hier ook altijd kijken. Hij heeft gelukkig de rust ook om 90 minuten langer rustig te kijken. Dat vindt hij leuk, ondanks dat hij nog maar 6 jaar is. Het belangrijkste is, hij heeft een fantastische dag gehad. Dat kon je zien aan zijn ogen. Dus hartstikke leuk, ja. Roland, bedankt voor je interview en gefeliciteerd nogmaals. Het seizoen is nog lang niet voorbij, denk ik. Nee, we hebben nog veel interviews te gaan, José. Dus. Dankjewel. Dankjewel. Reggefeibe, supporter van Excelsior 31 TV.